Suriname is bij enkele kandidaatstelling gekozen als een van de vicevoorzitters van de 78ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De periode duurt van september 2023 tot en met september 2024. Het is na 13 jaren dat Suriname zich kandidaat heeft gesteld en vervolgens gekozen is voor deze functie. De permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de VN, ambassadeur Sunil Siteldien, zal het vicevoorzitterschap namens Suriname invullen. Suriname als vicevoorzitter wordt gezien als een mijlpaal voor de CARICOM. Minister Brontë Somaharjo van BISA heeft op 23 mei de resultaten van de verplichte landsdienarenregistratie en het vervolgtraject bekendgemaakt. Volgens het landsdienarensysteem zijn er ongeveer 54.000 personen in overheidsdienst. Hiervan hebben 48.622 ambtenaren zich geregistreerd. Van de 6.000 ambtenaren die zich niet geregistreerd hebben, zal het loon stopgezet worden. Verder is er een groep van 5.000 ambtenaren die zich wel hebben geregistreerd, maar nog geen werkplek hebben. 766 landsdienaren hebben zich opgegeven om gebruik te maken van vervroegde uitdiensttreding. Met de recente landsdienarenregistratie heeft BISA meer inzicht gekregen in de competenties en kwalificaties van de ambtenaren, waardoor er een meersporig personeelsbeleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. En de FITS heeft gisteren op uitnodiging van de regering een onderhoud gehad met president Chandrika Prasad Santokhi en een cluster van ministers. Partijen hebben over diverse vraagstukken met elkaar van gedachten gewisseld. Het is precies een maand geleden dat er op 2 mei 2023 gewelddadigheden hebben plaatsgevonden te Pikin Saron. Tijdens de meeting zijn de veiligheidssituatie te Pikin Saron, de grondrechten kwestie, cyanidevervuiling en uitgegeven concessies in woongebieden aan de orde gekomen. FITS-voorzitter Muriel Fernandes zegt dat zij gaat voor concrete daden. De meeting wordt op 16 juni vervolgd.